Welkom bij Let's Talk. Superleuk dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Valentin Verga. Ik heb gestudeerd op het Johan Cruijff College lang geleden. Gelukkig mijn diploma wel gehaald. En momenteel mag ik vandaag gaan praten met deze vier toppers over het Johan Cruijff College. En vooral over sport en coaching. Fantastische opleiding. En ik mag het vandaag gelukkig niet alleen doen. Dat was me sowieso niet gelukt, denk ik. Maar wel met vier geweldige mensen. Dus ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Ik ben Pim Schaatsenberg. Ik ben docent hier aan sport en coaching. Ik ben praktijkdocent en tevens ook studiecoach. Daarnaast coördineer ik het onderwijs. En blij hier te zijn, dankjewel. Tof. Student, zit studiecoach Pim. En zelf doe ik rugby. En ja, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Niet al te onbelangrijk, weet je? Oh, Robin, sorry. Kijk. Ja. Yes, ik ben Noga, ik ben 17 jaar, ook student, het tweede leerjaar, ook sport en coaching. En verder doe ik atletiek en dan het onderdeel postcoach springen. Super. Nou, ik ben Paula de Wit, ook docent bij de opleiding sport en coaching. En ook studiecoach en daarbij geef ik het vak fitness. Kijk, en zijn ze een beetje fit, de studenten? Behoorlijk. Mooi, ja. Hey, het Johan Cruijff is natuurlijk bedoeld voor topsporters, Johan Cruijff College. Maar wanneer kom je nou in aanmerking voor om student te mogen zijn voor het Johan Cruijff College en vooral in sport en coaching? Nou, wat ik heb begrepen is toen ik voor de school kwam, ja, solliciteren, aanmelden, dat je het hoogst haalbare in jouw sport moet hebben. Ja. Dus ik doe dan zelf rugby en toen ik hier op school kwam, deed ik dat voor Nederland. Ja. En helaas geblesseerd geraakt, maar ik sport dus wel op het hoogste niveau. Wat tof. Ja. Het is natuurlijk niet voor elke sport altijd toetsbaar of je nou op het hoogste niveau zit. Nee. Dus daarom is het Cruijff College ook voor talenten. Ja, precies. Dus, ja, dus je kan degene die de top zouden kunnen bereiken. Wat ja. Goed. Ja. En waarom is eigenlijk nou de combinatie topsport en studie, dat blijkt altijd moeilijk te zijn. Maar waarom is Johan Cruijff College nou het beste voor? Ja, dat is natuurlijk ook vanuit Johan Cruijff gekomen. Hè. Die heeft zelf wat gedacht, topsporter moet ook iets kunnen doen op het moment dat hij niet slaagt in zijn topsport. Ja. Vandaar dat het Cruijff deze opleiding is gestart. Nou, bij ons kunnen ze naast hun topsport de opleiding volgen, omdat wij maatwerk aanbieden, zodat ze tijd krijgen voor hun sport, maar ook om een opleiding te volgen. Ja. Mochten ze niet slagen in de topsport, dan hebben ze iets achter de hand. Zeker, helemaal goed. En jij als topsporter ook, wat voor extra dingen krijg je dan als je student bent van het Johan Cruijff College? Nou, we hebben maatwerk. Ja? Daar ga je eigenlijk met je studiecoach kijken van, hey, bijvoorbeeld op maandag moet ik echt om 1 uur weg van school. Ja. En dan ga je kijken, oké, welk vak mis ik dan? En dan ben je eigenlijk zelf verantwoordelijk om de desbeschreffende docent aan te spreken. En te kijken, oké, wat mis ik? Hoe kan ik dat inhalen? En dat uur wat je mist, hoef je ook niet in te halen zelf. Okay. Dus niet fysiek, maar je zorgt wel dat je bij bent met de stof. Okay, dan. Dus op die manier kan je eigenlijk gewoon je trainingen doen. Ja, ja. En toen ik vroeger studeerde, was het allemaal dingen allemaal best wel anders. Anders had ik het zelfs sneller gehaald en beter, denk ik. Maar het onderwijs, dat wordt nu ook gemoduleerd aangeboden. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat snap ik helemaal niet. Dus leg me even uit. Snap ik. Het is best wel leuk eigenlijk. Wij hebben eigenlijk van de opleiding een soort tour gemaakt, waarmee we starten met een proloog. Ja? Dus dat de studenten even kunnen inkomen met hoe werkt het nou op deze manier. En daarna werken we in etappes. En etappes zijn eigenlijk een module. En in een module zitten allerlei opdrachten die ze moeten uitvoeren. Ja. Maar ze dan meer op hun eigen tempo of op hun eigen manier zouden kunnen invullen. Okay, dus dan kunnen ze zelf gewoon bepalen in welke ritme ze studeren. Maar ook dat een topsport wel gewoon nog steeds belangrijker blijft, zeg maar. Op die manier zit er heel veel flexibiliteit in het onderwijs. Okay, en dat loopt goed, zeg maar? Ja, we zijn daar nog maar net mee gestart, maar tot nu toe, buiten de dingen die natuurlijk altijd beter kunnen gaan, gaat het wel heel erg goed. Ja, het dat is heel fijn. Plus. Ja. Echt een plus. Ja. En hoe is het eigenlijk, want ik kan me nog goed zelf herinneren dat ik het best wel cool vond om de topsporters te zijn. Hoe is dat voor jou, zeg maar, dat je dus wel, zeg maar, topsporter bent, maar ook al je klasgenoten dat, zeg maar, ook zijn? Is dat een fijne omgeving of denk je af en toe iets te veel voor mij? Nee, ik vind het juist heel chill. Ik heb juist heel erg ervaren dat ik juist op hetzelfde niveau ben. Dus je kan je niet, zeg maar, ondervoelen of juist boven iemand. Want je zit allemaal op hetzelfde niveau, wel allemaal een ander sport. Ja. Maar ja, je kan niet, zeg maar, zeggen van ik ben beter dan jou. Want iedereen doet zijn eigen ding. Ja, en iedereen is het hoogst op zijn of haar sport. Ja. En daar dus
Ja, begrijpen studenten denk ik ook wel van elkaar als iemand later binnenkomt, precies, of eerder weggaat. Ja. Ja. Of als iemand zit te eten tijdens de lessen, want die moet... Dat mag nu niet meer. Maar dat mag niet meer? Nee, niet meer in het lokaal, maar wel even erbij. Ja. Ik zat toen met Henk Goh in de klas, die had echt zo'n hele pak boterham en ik mocht niet eten. Maar goed, hij wel. Maar goed, dat snap ik ook wel. Hij was ook zo en ik niet. En hoe gaat de combinatie studie en het topsport voor jou in Noga? Is dat wel te doen? Want je hebt een heel druk schema ook met je topsport. Ja, nee, gaat zeker goed. Ja? Ja, ik heb nu af en toe inderdaad maatwerk. Ja? Dus sommige uren ben ik er niet, zodat ik mijn trainingen gewoon kan doen. Ja. En dat gaat super goed. Mega cool. Ja. Nou, heel goed. En dan voor jou, Pim, bijvoorbeeld, hoe zie jij dat, zeg maar, als docent, dat je al die topsporters onder je hebt, zeg maar, dat die met elkaar ook sparren over hun eigen sport? Ja. Geeft dat je ook een bepaalde energie, zeg maar, dat je, oké, ik ben wel echt hier... Het ademt echt topsport? Ja, zeker in de praktijklessen. Dan is vaak een spel is een middel om iets te leren. Hè. Ze leren bij ons voor de groep te staan. Maar je bent als student zelf ook deelnemer. En wat ik dan voornamelijk merk, is dat die topsportmentaliteit daar heel erg omhoog komt. Ja. Ze willen vaak al eens maar een klein spelletje winnen. Want het zit er al heel erg in. Ja. Dan moet ik soms wel eens afremmen, want daarvoor zijn we niet hier op school. Ja. We zijn hier om te leren natuurlijk, te leren lesgeven en organiseren van evenementen. Maar niet hier om te winnen. Nee. Maar dat is wel mooi om te werken met topsporters. Ja, zeker. Voor jou ook? Ja, ik herken het totaal. Precies hetzelfde. Heel fijn. Ja. Cool. En het leuke is, ze leren hier ook van elkaar en met elkaar over hun sporten. Ja. Mega interessant. Ja. Nou, we hebben nu een mega veel leuke dingen om te horen over studeren, topsport, combinatie enzovoort. Noga, jij bent zometeen ster van een prachtige video die je gemaakt hebt. Hoe was het om het filmpje... Ja, superleuk. Ja, dat was echt heel erg leuk. Nou, ik heb wel zin in. We gaan er naar kijken met z'n allen. Dus ben benieuwd. Hoi, ik ben Noga. Ik ben 16 jaar en ik ben eerstejaars student bij het Johan Cruijff College. En ik doe de opleiding sport en coaching. We zijn nu bij mijn atletiekvereniging, ARV Ilion in Zoetermeer. Ik doe atletiek en mijn onderdeel is polshoogspringen. We staan nu in het krachthonk. Daar train ik 2 keer. Het Johan Cruijff College biedt mij de mogelijkheid om mijn sport te combineren met school. En ik vind het ook heel erg leuk, omdat je heel veel leert ook voor je eigen topsport en wat voor jezelf ook van belang is. Je hebt bijvoorbeeld ook het vak topsportvaardigheden en daar krijg je bijvoorbeeld modules als voeding. Daar leer je heel veel van voeding en daar heb je zelf ook heel veel voordeel uit. Ik vind de docenten van het Johan Cruijff College heel erg fijn, omdat ze je heel erg goed begrijpen, omdat ze zelf ook topsport hebben gedaan. De sfeer in de klas is heel erg leuk en we gaan allemaal goed met elkaar om. Ik denk ook dat het komt omdat we allemaal sportmentaliteit hebben en allemaal een beetje weten van elkaar wat we doen met sport en dat we het allemaal op hoog niveau doen en dat het daarom zo goed klikt. Het meest trots ben ik op dat ik nu de eerste van Nederland ben en ook 6 Nederlandse titels op mijn naam heb staan. Mijn droom is eigenlijk, sinds dat ik heel erg klein ben al, om de Olympische Spelen te halen. Maar voor nu bekijk ik het eigenlijk liever op de korte termijn. En dat is eigenlijk om dan komende zomer op het EK te staan. Super cool om te horen wat de combinatie nou is van topsport en studeren. Nou, daar ben ik best wel veel te weten gekomen erover. Maar als we het over sport en coaching hebben, wat houdt die opleiding nou precies in? Nou, de student die komt hier binnen en krijgt meteen te maken met het les en leiding geven in een gymzaal of op het veld. Ze lopen ook stages in de sportwereld. En daarnaast hebben ze ook te maken met het organiseren van kleinschalige evenementen. En uiteindelijk ook grootschalig. Ja. Dus dat gaat ook over wedstrijden of toernooien. Daarnaast kunnen ze ook nog een aantal vakken kiezen. Een daarvan, die we een klein beetje verplicht hebben gesteld, is topsportvaardigheden. Daar leren ze ook in modules verschillende onderdelen wat echt te maken heeft met de topsporter. Zoals doping, voeding en dat soort aspecten. Ja. En daarnaast is het nog steeds een mbo-opleiding, dus krijgen ze ook rekenen, Engels en precies. Nederlands. Wat altijd welkom is, toch, denk ik? Ja, en wat zijn jouw lievelingsvakken, Pim, hierin? Oh, sorry, Pim. Robin? Nee, dat geval niet rekenen, maar vooral het praktijk vind ik heel leuk, want ik ben goed ook in de praktijk. En ik vind het leuk om ook voor mensen te staan en mensen dingen aan te leren, in dit geval dan leerlingen. Ja. En daarnaast ben ik wel talig, dus Engels.
cool. Ja. En ik hoor net praten over stages. Aan wat voor werkplekken moet ik dan denken? Of stageplekken? Waar komen ze uiteindelijk terecht na de opleiding of tijdens de opleiding al? We stimuleren het zoveel mogelijk om wel binnen hun eigen verenigingen iets te gaan doen, stages te gaan lopen. Ze stromen daar ook vaak door. Of binnen een vereniging met een mooie baan binnen de jeugd. Of in de fitvakwereld, mocht hun interesse daar liggen. Ja. Ze kunnen doorstromen naar de gemeentes toe om daar iets in coördinatiewerk te doen. Sportbuurtmedewerker. En sommigen zien het ook als een trappetje naar een vervolgopleiding. Precies. Ja. En wat zijn die vervolgopleidingen over het algemeen? Wat is natuurlijk een heel mooie. Ik vind het zelf altijd een heel mooie vooropleiding voor de ALO. Ja. Wordt niet altijd zoveel gekozen. Gebeurt wel eens. Fysiotherapie is altijd heel erg populair onder studenten. En PABO. De PABO ook nog wel. Wordt ook nog gedaan. Voeding en diëtiek. Het is wel veel met het menselijk lichaam ook wel. Ja. Ja. En wat wil jij doen, Noga? Weet je het al? Nee, ik vind nu fitvak wel heel erg interessant. Ja. Dus als anatomie, fysiologie een beetje. Dus misschien ga ik ook wel de fysiokant op. Ja. En waarom kies je dan studenten die bijvoorbeeld topsport doen zoals jij, zeg maar? Waarom heb je hier bewust voor gekozen? Wat was de trigger voor jou? Het was vooral dat ze heel erg goed begeleiden in het feit dat als ik bijvoorbeeld wel weg moet, dat ze dat dan echt wel 100% kunnen supporten. Ja. En dat niet dat een andere school dat kan doen. Nee. Dus stel ik moet naar het buitenland, dat ze dan meteen zeggen van ja, dat mag, want daar staat onze school voor. Ja. Om studenten met een topsportniveau naar het buitenland te sturen. Of maar je hebt ook een sterke ambitie in wat je wil gaan doen. Ja. Ja, in het buitenland. Nee, ik bedoel ook voor schrijf van Lia 3 wat je wil gaan leren en wat je mee wil nemen. Fitness, instructeur, personal trainer. Ja, precies. Ja. Daar past deze opleiding precies goed voor. Ja, heel dat goed. Dat doe ik nu ook al een beetje eigenlijk. Ja, ja. En welke eigenschappen moeten dan studenten hebben die voor jullie opleiding in aanmerking komen? Ze moeten wel ook een mate van zelfstandigheid hebben. Precies. En aan de deur hebben ze dat niet altijd. Dus daar zijn we ook echt mee bezig om zo goed mogelijk te begeleiden. Maar zoals Noga net al vertelde, als je een les mist vanwege je topsport. Vanwege je topsport inderdaad. Dan kan het zo zijn dat je dat zelf moet oppakken. Ja. Dus dat vraagt veel zelfstandigheid. Hoe is dat voor jullie, de zelfstandigheid? Merk je dat het moeilijk is of gaat het je goed af? Op het begin had ik er echt wel moeite mee, maar daarvoor heb je je studiecoach die je daar heel goed bij hebt begeleid. Ja. Dus dat is eigenlijk wel goed gegaan. En merk je ook dat je bepaalde eigenschappen vanuit je topsport, wat best wel natuurlijk gegaan is, dat je die meeneemt naar je studie ook? Of je dat twee totaal verschillende werelden? Ik denk dat per persoon verschilt, maar bij mij heb ik dat zeker wel meegenomen, zeker in dingen afmaken. Ja. Ik wil het wel goed doen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat ik dat wel heb meegenomen. En plannen denk ik ook, in die vele sporters kun je goed plannen. Zeker, ook. Wij kregen als teamsport al zo'n Excel-sheet, daar moesten we ons allemaal aan houden. Maar ik hoor dat individuele sporters moeten vaak een eigen planning maken en alles zelf regelen. Ja, zeker waar. Ja, ja, en dat kan je wel meenemen naar je studie natuurlijk. Ja, zeker. Okay. Super cool. Dan heb ik nog eigenlijk een laatste vraag, die eigenlijk ook misschien voor studenten is die wel normaal, maar ik denk dat die ook voor de docenten leuk is. Wat is jullie droom nog? Mijn droom als persoon of als docent? Als docent. Als persoon nog ook hoor trouwens. Maar ik denk dat het wel parallel gaat aan die docenten. Ja. Die etappes zijn nieuw. Ja. En mijn droom is eigenlijk wel dat op een gegeven moment helemaal staat. Dat het ook leerjaar doorbroken is. Dat we echt elke student op individuele wijze met een diploma uit school kunnen laten gaan. En dat is nu nog wel is het allemaal per leerjaren. Dus leer 1 loopt door, loopt dit, leer 2 loopt dat. Ja. En eigenlijk het mooiste zou zijn, dat is mijn droom wel, is dat een student straks helemaal op zijn eigen tempo kan zijn, maar dat hij misschien wel in 2 jaar al de stof doet van leer 3. Precies. Ja. Ja, ja. Voor jou, Robin? Ja, ik vind het aan de ene kant wel fijn, aan de andere kant niet. Want ik hou er wel van om, zeg maar, gestructureerd te werk te gaan. Maar nu kan ik dat voor mezelf natuurlijk doen. Ja. Dus ja, die deadline zet ik voor mezelf. En als ik dat niet heb, dan werk ik gewoon door. En wat is je sportdroom nog? Ja, ik wil wel graag naar het buitenland. En wel komen in de komende paar jaar. Ja? Ja. Oké. Okay. Nog en jij? Mijn droom is eigenlijk al sinds heel klein meisje om toch de Olympische Spelen te halen. Dus om daar echt te staan voor Nederland. Dan is de volgende LA, denk ik, toch? Die moet je ook kunnen halen. Nou. Het eerst Parijs en LA. Ja, daar gaan rustig we ervoor. Gaan, ik zie het wel gebeuren. Ik ga ervoor. Voor jou? Ik kan me niet anders als aansluiten bij wat Pim zegt. Waar we nu mee bezig zijn is echt ontzettend leuk en heel erg goed.
En ik wil het alleen maar beter maken. Dat is mijn droom. Dat het staat als een huis en dat elke student daar zijn weg in kan die vinden. Die topsport doet en denkt, dit vind ik interessant. Hier word ik helemaal in de bak gelegd. Kan ik mezelf ontwikkelen ook een student, als een topsportcoach. Ja, met weinig zelfstandigheid. Dat ook die zijn weg gaat vinden op deze manier van werken. En dat doen we nu met veel begeleiding. Ja. Maar je wilt natuurlijk het liefst dat de studenten dat zelf mooi gaan oppakken. Mooi om te horen. En jou zie ik in L.A. denk ik. En jij in de Franse competitie zou er zijn. Ja, rugby is een mooiste competitie, vind ik. Ja. Ik dank jullie zeer. Superleuk om alles te horen. En ik wens jullie veel succes. Dankjewel. Met sportprestaties, met de dromen, met de studie nog. En ik zie jullie snel, hoop ik. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Let's Talk Johan Cruijff College, opleiding Sport en Coaching. Dank jullie wel.